Nou, het is vandaag donderdag. Morgen is het alweer vrijdag. We hebben geen weet van de dagen. We zijn nu bij de school. En Aan-Chan heeft alle tekeningen gemaakt van de school. En daar gaat hij een uitleg aan geven. Maar eerst dan om jullie een beeld te geven hoe het schoolgebouw nu eruit ziet. Nou, ik loop nu naar Aan-Chan. Hij staat klaar met zijn mooie tekeningen. Aan-Chan, hallo, goedemorgen. Namaste. Nou, namaste. Je bent helemaal wauw. Helemaal ingedekt met namaste en alles. Netjes voor de video aan. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Hey, kun je ons meenemen in het hele verhaal wat we nu hebben staan? Ja. Nou, inderdaad, hier is de bestaande school. We gaan de grond, eerste verdieping. Dus er is extra capaciteit is nodig. En zoals jullie kunnen zien. He, zie je dat daar al een beetje op voorgeborduurd was, he? Daar hadden we al rekening mee gehouden. Je ziet daarboven zie je de kolommen met de wapeningstaal uitsteken. Ja. He, dus daar gaat een extra verdieping op. En daarbovenop gaat nog een extra verdieping komen. En daar hebben we de ontwerpen voor gemaakt. Ja. Dus ik wil jullie graag meenemen naar boven om dan de tekeningen en de situatie te laten zien. Nou, zullen we gaan? Ja. Oké, okay. Helemaal goed. Nou, dit is zeg maar het schoolgebouw nu. Er staan nu twee verdiepingen, nou tenminste één verdieping. Ground floor en de first floor. En nu gaan we kijken hoe we een tweede en een derde verdieping erop kunnen bouwen. Nu gaan we het schoolgebouw binnen via het trappenhuis naar boven. Zo, even kijken. Nou, dit ziet er allemaal goed uit, hè? Zo. Nou, je hoort al de geluiden van die kinderen die al druk bezig zijn om hun waardevolle lessen te leren. Ik vind die geluiden zo mooi altijd hier. En hier zie je nog een beetje vanuit de eerste verdieping. Nu gaan we naar de tweede verdieping. Hier zullen nog wat dingen afgemaakt worden straks. Nou, dan komen we op het dak. Wat nu het dak is. Kom verder. Nou, daar zijn we dan. Zo. Geweldig uitzicht hier altijd, hè? Met al die bergen op de achtergrond. Yes. Yes. Zullen we even inzoomen op de tekening, dat mensen even wel zien wat we hier gemaakt hebben. Ja, wat jij gemaakt hebt. Kijk, eigenlijk is het zo, hè, we kwamen nu net hier, hierboven, hè, bij de trap. Ja. En eigenlijk moeten we dan voor de situatie, moeten we het eigenlijk zo houden. Ja. Hè, dus hier kwamen we boven. Dan komt hier zo, hè, waar we nu staan. En dan wordt dit de galerij, hè, waar we nu kunnen lopen. Ja, ja. Dan wordt dit de galerij, zeg maar. En hier zo van dit stuk. Dat wordt dan een klaslokaal. Ja. En hier zo lopen we hier zo. Op dit moment. Ja. Hè? Hier komt dan weer de deur. Dat is zeg maar hier waar nu allemaal wat spul ligt. Ja. Hier komt dan het volgende lokaal. En hier lopen we weer verder. En dan komen we hier zo. Het heeft gisteren wat geregend, dus ligt wat nattigheid. Ja, behoorlijk geregend gisteren. En hier zo komt dan het volgende lokaal. Lokaal, ja. Nou, zoals jullie hier zo zien, hebben we rekening mee gehouden, hè? Dus ook met een noodtrapvoorziening. Ja. Dus hier op de kopse kant, daar komt dan een noodtrap. Een noodtrap. Ja. Helemaal goed. Ja, want deze ruimte is nodig voor de, want ze hebben nu tot in de klas 8. Klas 8 gaat tot en met leerlingen tot en met 15 jaar. En ze willen tot en met klas 12. En dus dat betekent dat klas 9, 10, 11 en 12 op deze verdieping zou moeten komen. Dan kunnen ze kinderen lesgeven tot en met 18. Een beetje vergelijkbaar met onze VWO. En daarna gaan ze naar de universiteit. Maar dat is dan buiten onze handen. Want dan, het hangt vanaf van de studenten wat ze willen doen. Maar wij kunnen hier kinderen tot en met 6 VWO zeg maar, de lessen geven. En de bedoeling is dat we dan, als we deze twee verdiepingen straks neerzetten, dat de kinderen, in ieder geval 50% van de kinderen, gratis educatie kunnen krijgen. Die eigenlijk nooit de kans zouden krijgen om op school te gaan. Nou, dat is het mooie. Dus daarom gaan we deze twee verdiepingen erop gooien. Ja, geweldig plan. Oké. Okay. Nou, hier zo dan lopen we weer deze kant uit. Ja. Nou, zullen jullie zien. De wapeningstaven die aanwezig zijn, die zijn goed overgedimensioneerd. Dus dat gaat allemaal goed rekening mee gehouden. Constructief gaat het allemaal prima, prima lukken. Ja. En dus je kan weer, langs het trappenhuis. Ja. En dan zijn we nu beland bij de
Ja, maar, nu staan we hier op dit punt. Ja. Hier zo. Dit kan dan waarschijnlijk wordt dit of een practicumlokaal. Ja, een lab. Dat wordt dan een lab. Ja. Dan hier zo. Dit is dan deze galerij. Ja. En hier komen dan nog weer. Hier nog weer een lokaal. Een klas. En daar nog weer een keer een klaslokaal. Ja. Want in totaal hebben we hoeveel lokalen? Dus dan komen er hier in totaal komen er 1, 2, 3, 4, 5 klaslokalen bij. Plus een lab. Ja. Mooi. Geweldig. Geweldig. Nou ja, en dan hebben we daarnaast. Hè, dus dit is dan deze verdieping. Ja. Ik heb hier ook even een doorsnede gemaakt. Hè? Dus hier zie je dan de begane grond. Eerste verdieping, tweede verdieping. Dan gaan we ook nog een derde verdieping creëren. Ja. Wat je hier zo ziet, dit zijn eigenlijk de galerijen op deze doorsnede. Want dat is dit. Ja. En zoals jullie zien, dat wordt dan een lichtere stijlconstructie. Ja. Waarvan we het dak helemaal door laten lopen. Ja. Zodat straks de kinderen hier beneden ook helemaal in de schaduw zitten. Ja. Tijdens regen, tijdens kou, tijdens hete zon. Dat ze in ieder geval veilig en beschermd daar kunnen zitten. Ja. Ja, mooi. En zoals je ook ziet heb ik hier aangegeven solar panels. Ja. Dus op dit dakvlak, dat is precies op de zonkant. Ja. Dus we zouden kunnen kijken dat we daar ook zonnepanelen toepassen. Ja. Zodat het gebouw ook energie-neutraal gemaakt zou kunnen worden. Gelijk duurzaam. Ja, kunnen we gelijk rekening houden met duurzaamheid. Ja. Ik heb ook al een ontwerp gemaakt dan voor de bovenste verdieping. Kunnen we misschien beter even hier in de schaduw kunnen de mensen gaan staan, want het zonnetje schijnt lekker. Ja, helemaal goed. Ja, het beeld zo weer beter. Top. Ja, hier kunnen we dan ook weer 1, 2, 3 lokalen maken. Ja. En wat eigenlijk de bedoeling is, als we dit hier zo zien. Ik heb nu hier een wand getekend, maar waarschijnlijk gaat het zo worden dat hier een wand gaat komen. Dan wordt dit een opslag. Ja. En deze ruimte, dat wordt dan voor het geven van presentaties. Seminars. Dus dan hebben we een echte grote ruimte. Ja. Dus waarschijnlijk kan deze galerij dan ook komen te vervallen. Ja. En komt er gewoon een deur hier zo. Ja. En dan wordt dit bij de ruimte, dit bij de ruimte betrokken. Ja. Nou, en hier zo zien jullie dan nog een gedeelte van het platte dak waarop ik de zonnepanelen heb gesitueerd. Ja. Want dit is de derde verdieping. En, en dan deze klassen hierboven kunnen dan gebruikt worden voor de abstracte, zeg maar, het creatieve tekenlessen, danslessen, eventueel muzieklessen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar in ieder geval de ruimte is er genoeg om iets heel gaaf te doen voor de kinderen die in principe eigenlijk nooit een kans zouden hebben. Ja, en wat ik hier nog even aan toe wil voegen, hè, hier hebben we de overkapping gemaakt. En eigenlijk hebben we dat zelfs al een beetje gedaan met nog verder naar de toekomst kijkend. Want het zou zelfs zo kunnen zijn, dit gaan we in eerste instantie in een lichte staalconstructie uitvoeren. Ja. Mocht het dan zo zijn dat de school nog verder uitgebreid moet worden. Hè, zoals jullie zien, dit qua dimensie. Ja. Hè, dat kan je ook hier zo zien eigenlijk op de plattegrond. Dat is dan dusdanig dat hij hier ook nog weer klaslokalen gesitueerd zouden kunnen worden. Ja, ja. Dus dan kunnen we zelfs de capaciteit nagenoeg verdubbelen. Ja, maar goed, vooralsnog zal dat in eerste instantie zijn als overkapping. Ja. Maar het is flexibel om uit te breiden. Hè? Dus we hebben daar alvast eventjes wat een voorschot genomen op de toekomst. Ja, hè? Dus dat we daar ook alvast rekening mee houden. Ja, precies. Want kijk, als je extra land nodig hebt, kost het heel veel geld. En bovenbouwen, dan heb je alleen materiaal nodig. Dus dat scheelt. Ja, heel mooi, heel duidelijk. Nou, daar hebben we het schoolgebouw gehad. Dankjewel, Arjan. Ik denk dat we straks hier de kinderen. Weet je, het zijn nu ruim 500 kinderen die nu hier op school gaan. Ik denk dat we straks binnen een jaar al naar 700 kinderen. En binnen 2 à 3 jaar meer dan 1000 kinderen. Dat betekent 500 kinderen per jaar. 500 kinderen kans krijgen om hier te studeren. Voor weinig tot geen geld, die normaliter geen kans gehad zouden hebben. En als we daarin investeren, dat betekent dat na 1 generatie de armoede begint weg te trekken. En ja, we kunnen niet de hele wereld redden, we kunnen niet heel Nepal redden, maar het begint bij een klein beetje. En als iedereen een klein beetje doet, dan komen we heel ver. Ja, sorry. Toch? Nou. En zulke capaciteit, die vergt ook een grote kantine. Dus dan wil ik jullie meenemen naar een stuk waar we een kantine gaan realiseren. Super, dan gaan we nu daar naartoe. Dankjewel.